kijkers en lezers van Ruurlo vandaag. We zijn hier bij wat tegenwoordig in de krant heet de Dodenbocht. En dat is de bocht in de Voordense weg vanaf Ruurlo naar Voorde toe. En de Ruurlo vandaag die heeft hier een hele artikelenreeks aan besteed destijds. En toen bleek dat hier toch wel heel veel mensen echt dodelijk verongelukken, terwijl er niets aan gedaan werd. En in de afgelopen 20 jaar zijn er ongeveer 15 mensen echt hebben hier de dood gevonden. Plus natuurlijk een aantal zwaar tot licht gewonden. En niemand wist en weet nog steeds niet waarom hier auto's uit de bocht slipten. Een getuige, een hulpverlener, heeft ons verteld dat als ze hier aankwamen, dan glibberden ze over de weg, terwijl het alleen maar normaal geregend had. Het was meestal ook overdags. En dan waar deze auto rijdt, zo de bocht in, aan de rechterkant daar, slipten ze eruit, knalden tegen een boom en verongelukten. Er werd niks aan gedaan. Niemand vroeg zich af hoe dat kan in zo'n eenvoudige, rustige bocht, dat toch auto's op dit punt de bocht uitvliegen. Eenzijdig ongevallen, geen botsingen tegen elkaar. Eenzijdig hier rechts de hoek om en dan inderdaad het hoekje om als je tegen één van de twee bomen knalde die daar rechts hebben gestaan. Hier rechts. En uiteindelijk zijn nu die twee rotbomen, die zijn weggehaald. Dat had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren. En de weg die wordt gereconstrueerd, of die is eigenlijk al gereconstrueerd. Niet echt breder gemaakt, maar met veel meer herkenningspunten in dat het toch echt wel om een bocht gaat. En waarom gebeurde dat? Aanvankelijk toen we die serie schreven, toen werd er nog niets gedaan. De gemeente reageerde niet. De provincie vond deze weg niet alarmerend wat het aantal verkeersongevallen betrof. Ze hadden andere prioriteiten. Totdat een lezer van Ruurlo vandaag dat niet meer pikte. En die heeft de gedeputeerde van de provincie opgebeld en gezegd en gewezen op onze artikelenreeks en gezegd, dit kan niet langer. En toen binnen een week zijn de tijdelijke maatregelen genomen. En nu is de verandering van deze bocht, die is in volle gang. De verandering, de bocht blijft natuurlijk dezelfde. Maar de toeritten vanaf, die gevaarlijke toerit vanaf de Dekkersweg, die is gemarkeerd. En hetzelfde geldt hier voor de Slagmansdijk. Het is allemaal breder geworden, dat er een snellere afwikkeling plaats kan vinden. En er komen hier ook, er komt verlichting, ledlampen, wat het is, geen idee. Maar in ieder geval zal het ook wel de veiligheid ten goede komen. En tussen de eerste aanpak, het stroeven maken van het wegdek, en nu zijn er in elk geval geen eenzijdige ongevallen meer gebeurd in deze bocht. Nou, dat is toch mooi meegenomen.